iedereen ademt hier Volkswagen bus. Ja, onze bus is eigenlijk echt een deel van ons gezin. Ja, mijn vader was mechanieker. En zo is die interesse gekomen om oude auto's te appreciëren en er ook aan te werken. Ik ben opgegroeid in een gezin dat op vakantie ging met Tombeloom. En dan zag ik ook in Zuid-Frankrijk de T3-busjes. Ik was zoiets van, wauw, dat wil ik ook. Ik was al een tijd intensief op zoek naar de perfecte bus die haalbaar was om zelf te restaureren. Uiteindelijk heb ik er een jaar aan gewerkt. Ik heb die volledig opgemaakt. Ik heb een kampeerinterieur zelf gemaakt. Ik heb eigenlijk alles zelf gedaan, de volledige inrichting. En het leuke is, de kinderen hebben er ook aan meegeholpen. Mijn bus is nu ja, klaar, maar niet ja, af. Laten we het dan zo zeggen. Maar voorlopig is de bus ja, rij klaar en gaan we op stap. Dat gaat van een weekendje tot een keer een week. Het is mijn huisje op wielen. Nee, mijn bus gaat nooit niet weg. Voor geen geld ter wereld. Omdat ik heb er zoveel zelf in gestoken. En ja, met mijn gezin al zoveel leuke momenten gehad. Dat de bus eigenlijk ja, een gezinslid is geworden. Dat verkoop je niet zomaar. Mijn naam is Mark. En Volkswagen is voor mij a way of life.